Welkom bij de eindbestemming van onze reis. De geboorte van de Heere Jezus Christus. De kerk wil jullie daarom feliciteren met het kerstfeest. Tijdens deze bijzondere dag herdenken wij dat God zichzelf nederig heeft gemaakt door de gestalte van de mens aan te nemen, om aan ons gelijk te zijn, om zo onze zondes te kunnen vergeven. Met andere woorden, God uit zijn grote liefde is gekomen om onze schuld af te betalen. De schuld van de dood, zodat wij eeuwig kunnen leven. En dit is genoeg reden om de komende periode in vreugde in te gaan. Een vreugdevolle periode mag het ook zeker zijn, want we hebben de afgelopen tijd een zware reis achter de rug gehad. Een tijd van vaste berouw en zelfreflectie. We hebben in onze reis oplopend naar de geboorte van de Heer Jezus gekeken naar de verkondiging van de geboorte van Johannes de Doper door engel Gabriel bij Zacharias. Ook hebben we gekeken naar de verkondiging van de geboorte van de Heer Jezus zelf bij Maagd Maria, ook door engel Gabriel. In de derde week hebben wij gekeken naar de ontmoeting van de zwangere Elisabeth en de zwangere Maagd Maria. En in de laatste week hebben wij gekeken naar de geboorte van Johannes de Doper. Door al deze gebeurtenissen worden wij voorbereid om Jezus te verwelkomen in ons hart. De reis naar de geboorte van Jezus is een reis waarin wij onze oude natuur hebben afgedaan. Een natuur die alleen maar bezig was met zichzelf, zoekend naar eigen plezier en niet omkijkend naar de zorgen en behoeftes van de ander. Of in ieder geval die niet op nummer 1 te zetten. En we hebben deze reis bewandeld, zoals ik zei, door vaste berouw en zelfreflectie. We hebben in die reis ons hart gereinigd, zodat Jezus nu opnieuw geboren kan worden in ons hart. En ons een nieuw natuur kan geven. Eentje die wel omkijkt naar de gevoelens van de ander en ook al vraagt dat om onszelf op te geven. Want dat is uiteindelijk waar de komst van Jezus allemaal om draait. Hij is gekomen om zichzelf op te offeren voor ons. Dat betekent dat wij als christenen ook onszelf moeten opgeven voor de ander. Dat zijn de gevoelens van een christen. Zorgmakend om de vrijheid en het leven en de vrede van de ander. Uiteraard komt het niet vanzelf dat wij zo erg bereidwillend zijn om ons complete zelf op te geven voor de ander en voor God. Dat geloof en liefde moet worden ontwikkeld. En dat begint in kleine stapjes. Zoals een baby pas groot wordt na kleine stapjes te hebben gedaan en te gaan kruipen. En dat is ook de les die we halen uit de geboorte van Jezus. Dat Hij in ons hart geboren wordt. Als een klein baby, kruipend met kleine stapjes. En Jezus staat in symbool voor geloof en liefde die in ons hart geboren wordt. En die door kleine stapjes en door te kruipen steeds groeit dat geloof en liefde. Maar om een kind te laten groeien heeft hij wel voeding nodig. Daarom moeten we Jezus, die in ons hart geboren wordt, ruimte geven en voeding geven om te groeien. Uiteraard gaat het om het geloof en de liefde die we hebben, die moet groeien. Begin dus met kleine stapjes om te groeien richting geloof en liefde voor de ander en voor God. Wat betekent dat? Dat betekent als je nog niet aan het bidden bent, begin met onze Vader. Klein stapje. Als je iemand nog niet hebt vergeven, doe dat nu. En dat hoeft niet iemand ver te zijn, dat kan gewoon je broer, je broertje, je zus of je zusje zijn. Als je nog geen liefdadigheidswerk doet, ga naar de kerk. Vraag of je kan helpen en ook al is dat met schoonmaken. Nogmaals, het gaat erom dat wij een nieuw persoon worden. Dat is de betekenis van de geboorte van Jezus Christus. Geef dat kind Jezus dat geboren is in je hart, oftewel geloof en liefde, ook voeding om te gaan groeien. Begin met kleine stapjes om te groeien in je geloof en liefde. Als je nog niet aan het bidden bent, begin met onze Vader. Klein stapje. Als je iemand nog moet vergeven, doe dat nu. Dat kan misschien je broer, je broertje, je zus of je zusje zijn. Als je nog geen liefdadigheidswerk doet, vraag je ouders of je ze met iets kan helpen. Of ga naar de kerk toe. Vraag of je daar misschien
niet iets van een dienaarschaprol kan gaan vervullen. Ook al is dat het schoonmaken. Het gaat erom dat je jezelf opgeeft voor de ander. En dat je dat leert doen met kleine stapjes. Ga dus naar buiten toe en laat je oude natuur en leven thuis achter. Want Jezus is geboren. Ja, hij is geboren in je hart. En gefeliciteerd met je nieuwe natuur. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dankjewel voor het kijken.